Doe je hem open? Tijd om te unboxen. Spannend. Oh my god. Oh, dat is echt heel gaaf. Oh, wat gaaf. Welkom bij Unboxing. Vandaag gaan wij de ultieme challenge aan. Waarbij wij een look gaan namaken. Maar wat het is... Dat is een surprise. Ja, voor hun. We hebben een beauty case gekregen. En hierin zitten de producten die we gaan gebruiken. Ik maak de look ook en geef jullie tips en tricks. Ik hoop niet al te felle kleuren. Nee, ik ook niet. Maar ik hoop ook geen oogschaduw, want dat kan ik niet. Ik ben er klaar voor. Jullie ook? Ja? Ja, ik ben er klaar voor. Vandaag gaan we voor een zacht roze look, maar wel met een edgy touch. Oh jeetje. Wat gaaf. Nou, dit is het. Oh, dat is wel heftig. Hoe ga ik dit doen? Nou, met dit. De uitdaging van deze look wordt wel het blenden. Ik ben er klaar voor. Tijd om te unboxen. Zullen we openmaken? Ja. Met deze foundation en concealer leggen we de basis. Oh, dan moet je dus even draaien en dan komt er concealer uit. Oh, dat is super chill. Dan heb je ook geen kwastje nodig. Dan de foundation. Fit Me van Maybelline. Mat plus poreless. Ik heb een oily skin, dus dat komt goed uit. Dit palet gebruik je voor je ogen, maar is ook heel erg fijn voor blush en highlighter. Oh, cool. Hele mooie kleuren. De City Kids Pink Edge van Maybelline. Klinkt goed. Klinkt chic. Eyeliner is ook van Maybelline. Master Precies. Oh, dat is een heel dun puntje uit, dat is wel handig. Oh ja, cool. Oeh. Mascara? Ja, yeah, de Lash Sensational. Oh, dat is dat groene borsteltje, die zijn heel fijn. Dan hebben we nog de mascara. Die gebruiken we vandaag met een primer. Oh, dat is een primer voor je mascara. Oh, dat is super chill. Dat is voor dikkere wimpers. Ja, yeah. Dat heb ik nog nooit gebruikt. Nee, ik ben ook echt heel niet. Benieuwd. En tot slot maken we de look af met een lipstift. Oeh, deze dan. Dit is de Summer Pink. Kijk wat een mooie kleur. Heel mooi. Het is vrij roze. Oké. Gaan we beginnen? Ben je klaar voor? Durf ik de challenge aan? Ja. Tegen jou wel. Het blendt op zich wel goed. Ja, ik vind het fijn. Wat heel belangrijk is bij de foundation is dat je echt goed kijkt naar je eigen huidskleur. Daarom pak ik ook twee kleuren en meng ik het met elkaar. Een mooie kleur. Ja, dat gelukt. Zit wel bij jou. Dan de camouflage. Ik breng hem een beetje onder de ogen aan. Mijn benen vallen niet meer. Nee, echt. Ik heb het echt nodig. Maar hij dekt ook wel heel mooi. Ja, een mooie concealer. Ja. Nou, de baas zit erop. En nu? Om de shape goed te kunnen zien, breng ik hem gewoon zo heel bijna nonchalant aan. Ik zet deze eyeliner meteen even vast met de donkere kleur in het oogschaduwpalet. Geeft trouwens wel veel pigment af. Ja. Als je naar de look kijkt, zie je dat de ogen heel belangrijk zijn. Dus daar gaat ook de meeste tijd in zitten. We zijn wel lang bezig voor iemand die nooit oogschaduw gebruikt. Oh, hij werkt wel heel fijn. Zorg er ook af en toe voor dat je je vingers even schoonmaakt. Zodat je niet overal de make-up hebt zitten op plekken waar je het niet wil. Ja. Dan het kleurtje. Ik ga denk ik nu voor deze. En de highlighter aan de binnenkant van de ooghoek. Oh, we moeten trouwens die highlight nog in de binnenkant doen, hè? Goed blenden weer. Ik blend het gewoon een beetje met mijn hand. Kijk. Zullen we hem even bijpakken? Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. En? Oh. Nou, dat had beter gekund. Pak die donkere paars weer. Oké, nu heb je wel wat meer paars. Ik vond dat je het te lichtjes had gedaan. Oké. Alright, let's go. Dan hebben we nog de mascara. Die gebruiken we vandaag met een primer. Let's go. Oh, rijdt zo lekker. Oh, ze worden wel veel langer, ja. Belangrijk is dat je echt ieder haartje meeneemt. Doe jij ook altijd je onderwimpers? Nee. De onderkant ook niet vergeten. En dan de mascara. Dat is een mooi geluid, nog één keer. Kijk, daar word je dus gelukkig van als meisje. Nieuwe mascara's. Ja. Ik vind hem echt heel fijn. Hij is heel fijn, ja. Hij geeft wel mooi volume. Ja. Oh, ik smeer weer wat op mijn gezicht. Ik ben echt een loser. Een beetje blush erbij. Als je het lastig vindt om een blush aan te brengen, kun je altijd een beetje lachen, glimlachen. Lacht? Ja. Dan dit, weer een appeltje. Dat je de appeltjes van je wangen meeneemt. Ja. Ik kan het niet aanzien. Okay. Een beetje highlighten op de bolling van je cheekbone. Op dat bordje. Oh ja. Pak ook een beetje de neusbrug mee. Kom eens hier. Dat hoort zo. Dat hoort. Hoezo? Dat hoort. En tot slot maken we de look af met een lipstift. Ben benieuwd.
Ik vind het voor deze kleur wel lekker om een heel klein beetje op mijn vinger te doen. En dan iets te deppen. Zo wordt hij iets minder intensief en krijg je alleen maar zo'n lekkere glow eroverheen. Ik ben klaar. Laat zien. Oh, hij is wel mooi. Ja? Ja, dat is wel een mooi kleurtje. Als je dan zo die foto kijkt, vind je het dan gelukt? Nou, als je naar die kleuren kijkt, dan zie je wel echt gewoon een beetje hetzelfde. En? Ja, ik vind het wel tof. Dus we kunnen wel zeggen dat deze challenge is geslaagd. Ja, eigenlijk wel. Oh, dank je.